Dan is dat eigenlijk een bord met pionnen, torens, paarden, lopers, dame en koning. En dan moet je mat zitten en dat betekent dat de koning dan niet meer weg kan en die staat schaak. En dat kan jij heel goed. Ja. Stan is niet de enige fanatieke schaker op het Sint-Pietersinstituut in Turnhout. Samen met 11 andere leerlingen haalde hij dit weekend 2 ereplaatsen binnen op het Belgisch schoolschaakkampioenschap in Brugge. Het was heel leuk en we hebben er ook zeker van genoten. Om ja, 2e plaats, dat is wel een grote eer. En het was fijn. Was het ook moeilijk? Sommige partijen wel, maar sommige waren ook iets gemakkelijker. Ik vond persoonlijk dat ik goede wedstrijden heb gespeeld. Sommige waren moeilijker dan andere, maar het blijft altijd een uitdaging omdat elke partij anders is. Schaken op school is aan een sterke opmars bezig. Steeds meer scholen bieden het aan tijdens pauzes of spenderen er zelfs lesuren aan. We zijn nu 20 jaar bezig hier op school met schaaklessen geven. En in het begin gaf die meneer het dan in zijn eigen klas, meester Jan. En later werden het wel 40 of 60 leerlingen, maar nu zijn het 145 leerlingen hier die zich dit jaar hebben ingeschreven voor de schaaklessen. Dus ja, is het leuk, zeker, want anders zouden niet zoveel kinderen zich ervoor inschrijven. Voor de kinderen is het meer dan alleen plezier maken, want schaken heeft een rechtstreekse invloed op de schoolprestaties. Dat merken ze ook hier in het Sint-Pietersinstituut. Ja, het heeft zeker meerwaarde, omdat de kinderen zich leren concentreren, langer concentreren. Vooruitdenken, sociale vaardigheden, omgaan met winst en verlies, elkaar aanmoedigen, elkaar troosten. Dus zeker meerwaarde.